Dat was hem van de EK. Okay. No? Als je daar nou vandaan, dan ga je de zand in, hè? We kunnen een stukje rijden, denk ik, en dan is het op. Nou, ik heb er net een keer naar beneden gefietst. Dat lukte wel. Ja. Maar dat lukt straks niet meer misschien. We zitten met zo'n hartslag van maximaal. Ja. 2018. Ik voel me helemaal aan de linkse kant zo. Ik ben zo 10 minuten bij. Nou, dat is het eerste jaar. Nou, dan moet ik ook naar kijken als het voor Zwitserland met de nummer 4 Anton. Er is nog een klein de snelste start gaat nemen, dat is de Duitser Jörg Bertram uit Duitsland met nummer 8. Hij is een wereldkampioen en vorig jaar heeft hij zijn naam geschreven. Kan hij dat niet halen, maar hij heeft goede wedstrijden gereden. Goed zo, Jos. Godverdorie netjes, man. Helemaal voorin. Kom op. Betekenen dat dit een internationale geweld had, dat is natuurlijk van een heel andere orde, maar hij... Het werk dat we toch gedaan hebben, de doodsverf favoriet, de man met het nummer 6 in het geel, Robin Delphen. Goed zo, Jos. Laatste vindt het in het gezelschap Eendroep. We get the next one with number 20, Christopher Raggett. Goed zo, Jos, jongen. Wow. De leader in de age of 64, Robin Delphi. Wat een heel interessant proces. Wereldkampioen, zoals ik daarnet al zei, hij ligt de voorsprong
op onder andere Christopher Raggett en Daniel Perret voor Frankrijk. Uit de match first, bocht en Lampiris bocht zien komen tussen de spandoeken van het laatste nieuws richting de aankomstzone. Dan gaan we al snel naar een halve minuut achterstand kijken voor de eerste achtervolger op de leider. Dat is iemand uit de andere categorie, dus daar ook zijn geslikt van hem. Kom op, kom op, volle baan! Kom op, kom op! Y este cae con su furgón, voy detrás de él. ¡Ay, oh, ya está aquí! ¿Qué haces? Y este cae con viña. Ya está. Ya no tengo. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Zijn profgebeuren nog iets dunnetjes over en wereldkampioen. Tik in de box voor de man met het nummer 27, Michel Groenendaal. Hij ontroont de regerende wereldkampioen, Jos Bogaert, die op een tweede. Schoten. De kruid al een beetje verschoten. Ik dacht je toch, de eerste ronde moet toch van plek 20 terugkomen. Maar ik voel daar gelijk van, oeh, nee, pas gekost. Ja. Hij zat ook heel kapot. Hij ook. Maar die derde sloot bij mij aan. En ik kreeg hem er toch nog weer vanaf. Ja. Dus er zat nog wel iets in, maar dat is daar loopt, jongen. Ook van Michel, we moeten kunnen redden, denk ik. Wie? Jij? Normaal. Ja. 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 Ik heb het dan wel. Ja, zeker. Heb je iemand gun? Ja. Nee? Ja, hij was... Ik moet wel even aan het bellen. Het was een mooie strijd. Moet je wel even bellen. Het is niet gegeven. Hè? Nee, god, we hebben helemaal gereden. Ja. Maar ja, dit ging toch geen fietsen, Jos. Ja. Ik ga het dan mee doen, de tweede ronde, denk ik. Hier moet er niet meer fietsen. Dat kost de kracht, joh. Zak maar koers, joh. Een Jos. Nee, dat is dan... Volgens mij na de eerste rij stonden mannen met gymschoenen aan. Dat is niet normaal, joh. Die kwamen echt niet vooruit. Ja. Het is ongelooflijk, joh. Ja. Oh, dat is echt joh. Ik heb een paar mooie truien bij jou, ik kan niet meer rijden. Goh, wat strijd, joh. Maar ik denk, ik kon de benen niet gereden mee weg, want je rijdt hier al weg. Ik dacht ook van de grijn. Maar ik kon lopen mee, ja. Ik heb ook je laten lopen. Je maakt een foutje naar het strand toe, hè. Ja, ja, ja. En daar had hij 10, 15 meter en dan... Ik reed dat stuk reed goed. Doorheen, dat ben je mooi. Dat reed goed. Ja, dat is goed gedaan. Dat reed, had ik echt veel macht. Want toen echt reed ik slecht. Toen is er om die hele Fransman, die reed natuurlijk weer. Toch een plak. Ja, 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 ja. Voilà. Ladies and gentlemen, de top 3 in de Wendmasters 70-74, place 3, Christian Labrousse. No further discussions going on, but here they are at the third place, has ended, la troisième place pour la France. Votre applaus, s'il vous plaît, pour Stéphane Loiseau. Op een tweede plaats is geëindigd de ex-wereldkampioen van vorig jaar. Uw applaus graag voor de man uit Nederland, Jos Bogaert. Wereldkampioen 2018 in de categorie 55 tot 59 jaar. Uw applaus voor opnieuw een man uit Nederland, Michel Groenendaal. Ladies and gentlemen, please one more time your applause for our world champion 2018 in the 55-59, Michel Groenendaal. Het Wilhelms of the world. Dames en heren, hij krijgt ook nog bloemen uit handen van Lise Klaasjes en voor al...